Brandweermannen bestrijden vandaag de nog doorsmeulende vuurtjes die onder de oppervlakte liggen. Ze spitten de laatste smeulende grond om, maar steeds weer wijzen wandelaars ze op nieuwe rookpluimen. Want ze hadden het hier al omgeschept en nu moeten ze het nog een keer doen omdat het dus nog steeds te droog was en te ergens nog iets had liggen smeulen. Dit spinnetje heeft de enorme vlammenzee om hem heen wonderwel overleefd. Maar de wijde omgeving van het diertje is verzwolgen door het vuur. Maar liefst 25 hectare grond is vandaag zwart geblakerd en verschroeid. Een natuurgebied zo groot als 50 voetbalvelden groot is verloren. Alle bliksems, dat is een enorm stuk natuurlijk, hè? De vlammen waren vooral laag bij de grond, waardoor hogere boomtakken bespaard bleven. En normaal denk je, ja, een paasvuur is groot, maar dit was onbeschrijfelijk groot. Dus het hele zover je van links naar rechts kon kijken was vuur. De vuurzee grijpt gisteravond razendsnel om zich heen. De brandweer rukte massaal uit, ook omdat er een camping vlakbij ligt. Maar liefst 16 brandweerwagens trekken naar het bos om het vuur de baas te worden. De camping wordt uiteindelijk niet bedreigd. Maar er is een klepelaar ingezet die een heel pad om de brand heen heeft gemaakt, waardoor de blusvoertuigen nu overal kunnen komen. Ook vandaag rijden nog grote tankauto-spuiten door het bos. Veel wandelaars trekken naar het bos om de uitwerking van de verwoestende brand met eigen ogen te kunnen zien. Ik ben vooral bang dat als de wind dus richting de boerderijen staat, de boerderijen met een rieten daken, dat die ook vlam gaan vatten. Of iemand steekt het aan, of iemand heeft achterloos een sigarettenpeuk weggegooid. Achter deze rood-witte linten doet de politie morgen verder onderzoek om te achterhalen hoe de brand heeft kunnen ontstaan.